Goedenavond kijkers, welkom bij deze Corona Bergjournaal. Daar zijn we weer. Ja, het is vandaag de 36e uitzending. Ik kan het niet meer bijhouden. Kun jij het bijhouden? Zevende week. 36e uitzending. Oké. Okay. En het is vandaag 7 mei. Ja. Nou, bij deze gelijk al geïntroduceerd. Martin de Haan, welkom. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen. Fijn jou weer... in levende lijven te zien. Ja, nou, ik zie jou dagelijks voorbij komen in het coronajournaal. Ja, precies. Ja. Je haar groeit wel trouwens per dag. Jij hebt ook nog geen kappersafspraak gemaakt. Nee, dat mag niet. Nee, mag niet. Ja, we mogen afspraak maken. Ja, maar als ik een afspraak ga maken, moet ik hem ook nakomen. Ja, nee, dat is altijd wel een dingetje. Ja, ik moet altijd werken, zeg ik dan. Ja. Goed, maar vind je het nou niet beter zitten dan ik als voorheen? Bij mij. Nou, we gaan beginnen. Oh. Hoe is het met de werkzaamheden die jullie tot nu toe doen? Je hebt een tijdje geleden verteld dat jullie heel veel werk naar de woningen brachten, zodat cliënten een dagbesteding daar konden doen, werkzaamheden. Hoe gaat dat daarmee? Goed. Ja? Ja. Dat loopt nog steeds? Dat loopt nog steeds. We hebben er een aantal woningen bijgekregen. We hebben van een aantal woningen afscheid genomen, want ja, die vallen echt te ver buiten onze regio en we moeten daar te veel voor reizen. Ja, dat kost dus, altijd. Nou ja, we zijn maar met een aantal mensen op de bergshop werkzaam, ja, dus ja. We moeten met de mensen doen die er zijn. De woningen komen nu gelukkig ook halen. Dat scheelt ons ook een hoop transporttijd. En dat gaat goed. We hebben genoeg maar werk wel op het moment. Met de norm afstand. We hebben lint gespannen. We hebben gezorgd dat de mensen niet binnen kunnen komen op afstand. Het personeel snapt het. De cliënten wordt lastiger. Hè, want waarom mag zij wel en ik niet? Ja. En dat lint, dat proberen wij te handhaven. Er hangt een mooie bel naast. En nou ja, die wordt regelmatig gebruikt omdat wij binnen bezig zijn. Werkzaamheden hebben we voldoende. Ja. Alleen dat moeten we halen. De verste plek is Geldermalsen. Dat is een eentje weg. Maar we hebben werk en dat is het belangrijkste. Ja, zodat we onze cliënten in onze ogen zinvol bezig kunnen houden. Ja, super. Ja. Geweldig. Nou zagen wij ook de mini-beep voorbij komen. Ja. Mooie lege kast. Ja, lege kast. Vooral leeg is die, hè? Ja. Dus er wordt goed gebruik van gemaakt. Ja, we hebben voor Koningsdag besloten om te kijken of dat aan zou slaan. Ja. Dus we hadden een mooie secretaire... gemaakt met boeken, cd's en dvd's. En tot onze, niet tot onze verwachting, maar we wisten wel dat hij leeg zou zijn. Maar dat hij zo leeg zou zijn, zelfs de deurtjes waren weg. Maar daar is goed gebruik van gemaakt. Ja, precies. Toen hadden wij besloten om het 5 mei er weer eentje neer te zetten. Samen met de veiligheidsondersteuner. Die heeft hem 's nachts buiten gezet. Hij was gisteren leeg. En dat is fijn om te zien dat er dan toch gebruik van gemaakt wordt. Ja, of de mensen het nou meenemen om de app of om echt een film te gaan kijken en de cd te gaan luisteren. Dat laat ik in het midden. Ja, ze hebben in ieder geval een leuk loopje gehad. En wij als bergshop hebben ons weer een beetje in de picture gespeeld. Ja, dat er nog zijn. Absoluut. Nou, we het toch over de bergshop hebben. Is er weer een kans dat jullie open gaan en hoe zou dat eruit moeten zien? Ook wij hebben onze maatregelen daarin getroffen en wij hebben de winkel zo ingericht dat het een eenrichtingsweg is geworden. Okay. Door de hele winkel heen. Je kan aan alle kanten kan je dus nu de artikelen bekijken, ook vanaf de achterkant, omdat je er een rondje loopt. Aangegeven met pijlen, we hebben kasten zo neergezet, zodat de mensen de route wel moeten volgen om vervolgens bij de kassa uit te komen. Ja. En wij wachten nu op bericht vanuit de directie of vanuit de organisatie dat wij open mogen. Wij denken dat wij alles klaar hebben staan. Als ik het goed begrepen heb, is volgende week dinsdag, dan komt onze directie even langs. Nou, misschien maken ze van de gelegenheid gebruik om de route te volgen. Om wat te kopen. Nou ja, dat hoeft niet per se. Maar om te kijken van, zijn wij goed, staan wij er goed voor en hebben wij alle noodzakelijke maatregelen getroffen, zodat wij voor onze cliënten in ieder geval open kunnen gaan. De buitenwereld zal moeten wachten. Ja, precies. Maar voor onze eigen cliënten zou dat echt een uitje zijn waar ze wat aan hebben. Ja, leuk. Ja. Dus voorbereidingen zijn getroffen. Ja. Ja. Wachten is op groen licht. Ja. Maar misschien kunnen jullie een keer een filmpje maken ervan, dat jullie zelf de route volgen. Opgepaste afstand natuurlijk. Allee.
En met schone handen. Ja, 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 ja. Goed spul, hè? Goed. Sterk spul. Spul. Moet we huilen. Over huilen gesproken, hoe is het met jou? Met mij? Ja, ja nou ja. Gezondheid, een beetje... Buiten dat ik last heb van hooikoorts, gaat het wel goed. Heb je hooikoorts? Ja, ja, jij denkt dat ik hier met tranen zit vanwege deze uitzending. Nee, dat is echt van de hooikoorts. Ik heb toch last van een pol die mij irritant in de weg zit. Maar ook dat dragen we. En nou ja, het is maar eventjes. Nou, dan gaan we dan maar eens naar een filmpje kijken over hoe dat werkt. Hooikoorts of COVID-19. Als je hooikoorts verwart met COVID-19, dan zou je, zonder dat je het weet, het virus verder kunnen verspreiden. Dus hoe weet je of je hooikoorts hebt of COVID-19? Meestal heb je bij hooikoorts elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten in de ziekteverschijnselen? Een loopneus, waterige en jeukende ogen zijn typische klachten bij hooikoorts en niet bij COVID-19. Maar een loopneus kan soms ook het begin zijn van COVID-19. Koorts? Ondanks de naam is koorts geen verschijnsel van hooikoorts. Het is wel een van de symptomen van COVID-19. Niezen, dat is een typische klacht bij hooikoorts. Maar niezen kan ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19. Hoesten? Een plotseling opkomende en aanhoudende hoest is een van de meest voorkomende symptomen van COVID-19. Maar het komt soms ook voor bij hooikoorts. Had je de afgelopen jaren in dezelfde periode ook dezelfde klachten door hooikoorts, dan komen deze klachten nu waarschijnlijk ook door hooikoorts. Twijfel je of voelen de klachten anders aan dan je van hooikoorts gewend bent? Blijf dan thuis. Meer weten? Kijk op rivm.nl/COVID-19. Nou, dat was Martin de Haan die hier niezend wegging. Maar ja, we weten nou allemaal hoe het zit. Dat COVID-19, waar ze in het spotje over hebben, dat is dus het corona, dat is een andere naam ervoor. Wij zeggen meestal corona, maar het wordt ook wel COVID-19 genoemd. En ik ben weer bij de presentatie met meneer Rutte geweest, over de persconferentie, wat hij allemaal te vertellen had, aan nieuwe dingen en of het allemaal wat soepeler gaat worden. We gaan er naar kijken. Dames en heren, goedenavond, welkom. Het woord is aan minister-president. Goedenavond. Hoe lang geleden hadden wij onze eerste interview? Het lijkt gevoelsmatig soms al veel langer, maar het is toch echt minder dan 2 maanden geleden dat ik de televisietoespraak hield over de aanpak van de coronacrisis. 2 weken geleden was ik hier ook. Welke dingen gaan er nu veranderen? Kunnen we volgende stappen zetten? En daarover hebben we vandaag een aantal besluiten genomen. Wat moeten we doen om de regels soepeler te maken? Door thuis te blijven met klachten. Drukte te vermijden. Zoveel mogelijk thuis te werken. 1,5 meter afstand te houden. En door ons te houden aan die belangrijke hygiëneregels. Kunnen we onze haren weer laten knippen en onze nagels verzorgen? De kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs, opticiens, acupuncturisten, etc. En welke maatregelen zijn er nou getroffen zodat we veilig naar de kapper kunnen? Dus bijvoorbeeld niet 2 kapperstoelen dicht bij elkaar. Ten tweede, er wordt gewerkt op afspraak, waarbij klanten aan de voorkant vragen worden gesteld om in te schatten of iemand een risico oplevert. Uw kapper gaat dan bijvoorbeeld vragen of u op dat moment klachten hebt. U begint een buikje te krijgen. Kunnen we alweer aan onze conditie werken? Per 11 mei mag iedereen boven 18 jaar buiten sporten. Wel op 1,5 meter afstand van elkaar, dus geen contactsporten. En ook geen wedstrijden en thuis douchen. En zingt u ook uit volle borst mee met Carlo en Marco tijdens de Bergzaal kerkdienst? Waar mensen luid zingen of luid schreeuwen, zoals in een kerk. En hoe heeft u het ervaren dat Greet Haltekamer u minister noemde? Wat de minister heeft gezegd, meneer Rutte, die heeft gezegd zo van... Dat is helemaal geen minister, dat is een premier, sorry. Spijt achteraf, maar ook teleurstellen. Ja, mijn naam staat hier verkeerd geschreven. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga terug naar het Mediapark op de Appelhof. Goedenavond.
Ja, dat was Rutte. Nou, ik was een beetje klaar met die man. En dan spellen ze mijn naam ook nog verkeerd. Ik was er klaar mee. We kregen een leuke clip. En dat is even heel wat anders. We kregen leuke beelden, een leuke filmpje van Floris Floris. Ook wel Floris Ruwaard of Floris Ruwaard Floris. Of weet ik hoe die man heet. Heel aardige man. Heeft leuke beelden gestuurd van een draaiorgel bij de Panacea. En daar hebben we een clipje van gemaakt. Dat was de Panacea. Maar weet je wat je ook hebt? Dat zul je niet geloven. Je hebt in bepaalde plaatsen in Nederland, heb je in steden en dorpen, heb je de coronastaat. En dat is niet verzonnen, dat is niet zomaar van nu. Die hebben altijd al zo geheten. Dan gaan we nou even naar kijken. Hallo, ik ben Selma. En ik ben Jaden. En ik ben Ilse. En ik ben Silke. En wij wonen in de coronastaat. Ja, de coronastraat dus. Daar zijn er een paar van in Nederland. En die coronanaam is niet pas de laatste tijd verzonnen natuurlijk. Nou, ik woon hier mijn hele leven. Ik heb hier normaal nooit echt last van gehad. Deze straat is heet al echt heel erg lang zo. Deze tijd is al best wel grappig. En een beetje vreemd. De straat is dus zeker niet vernoemd naar het virus. Het is een naam die iets te maken heeft met het zonnestelsel en de ruimte. Het thema van hun woonwijk. Het is een normale buurt met gewoon ruimtenamen. Je hebt de Grote Beer en de Zonnelaan, Kometenstraat, Mercurius. En vandaar heet onze straat de Coronastraat. Want corona betekent kroon in het Latijn. Dit heeft te maken met de stralende kring om de zon. Die wordt corona genoemd, een soort kroon dus. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het een stuk drukker in deze straat. Ja, normaal is het gewoon heel rustig hier en nu zijn je echt vet veel, ja, ik wil het geen toeristen noemen, maar het lijkt wel zo. En dan gaan mensen zo op de foto en dan gaan ze bijvoorbeeld wijzen naar het bordje of dan gaan ze met zo'n raar gezicht trekken en dan gaan ze gewoon een foto maken. Dat vind ik wel gewoon een beetje flauw. Ik bedoel, corona, daar mag je niet mee spotten. Ze maken dan een foto en dan kijken ze bijvoorbeeld leuk bij, terwijl het eigenlijk niet heel leuk is. En niet iedereen kwam alleen maar naar de straat om een foto te maken. Daar heeft dus een bordje gehangen van de Coronastraat. Dat is gestolen dus. Als corona weg is, is het wel weer meer een normale straatnaam. Een normale straatnaam dus, Coronastraat. Althans, voor de kinderen die er wonen. Al zou corona weg misschien nog wel een betere naam zijn. Ja, en dan wordt het nou weer even tijd om te knutselen, want ja, tenslotte is het bijna moederdag. Dus hier is Greetje met een windslinger, windpoppetje, windslinger maken. Ik weet het niet, ga maar gauw kijken. Hallo, daar zijn we weer met weer een nieuwe workshop. En deze keer gaat het over een windslinger maken voor iemand. Die mag je natuurlijk aan iedereen toesturen, dat is hartstikke leuk. Je krijgt in het pakketje een lap stof. En die kan je in allerlei stukjes knippen met een kartelschaar of met een gewone schaar. En die kan je dus leuk versieren met tekst of met tekeningetjes, dat maakt helemaal niet uit. Een aantal van die lapjes die doe je dan aan het lint, die krijg je er ook bij. Je kan het met allemaal stiften doen die je in huis hebt. Dat is allemaal niet moeilijk en je niet het aan elkaar met een niet-machine die je ook gewoon in huis hebt. Huppakee, het zit er zo aan vast. Dan vervolgens heb je een hele leuke slinger gemaakt met allemaal leuke teksten en tekeningen.
We doen hem doen ook een envelop erbij, zodat je hem altijd nog naar iemand ook kan opsturen. Dat was het weer. Ik hoop dat je weer veel plezier ermee hebt. Nou, van al dat geknutsel wordt het even tijd voor wat anders. De pretparken die mogen nog niet open, maar zijn wel allemaal voorbereidingen aan het treffen hoe ze, als ze open mogen, hoe dat dan gaat. En daar gaan we nu naar kijken. Uitgestorven paden in de Efteling, lege terrassen bij de Juliana-toren en ook Walibi is gesloten. Een dichte deur. Ja, maar ik maak hem voor jou open. Oh. Kom binnen. De enige bezoeker vandaag. Ja, dat is. Ja. Hoeveel bezoekers zijn er normaal dan op een dag? Dan verwachten we toch wel een paar duizend gasten en vooral schoolkinderen. Veel scholen in deze tijd. Mascha is de directeur hier en ze is de voorzitter van de Club van Elf. Daarin zitten alle grote Nederlandse pretparken, zoals de Efteling, Hellendoorn, Walibi, Slagharen, Toverland en Duinrail. Allemaal zijn ze dicht. Bizar. Maar ook heel erg logisch op dit moment, want veiligheid gaat voor alles. Daarom maken ze plannen hoe ze weer veilig open kunnen als dat mag. Dus met 1,5 meter afstand en andere maatregelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er veel minder bezoekers kunnen komen. En dan hebben we ook met elkaar afgesproken dat we gasten vragen om alleen online een ticket te kopen. Zodat we weten van nou, tot hier en niet verder. Het aantal tickets voor die dag is dan verkocht. Dus je kan niet meer gewoon naar het park rijden, kaartje kopen en het park ingaan dan? Nee, alleen online. Voorlopig zijn er dus helemaal geen tickets te koop. Mascha laat zien hoe haar pretpark nu veel meer park dan pret is. Maar het onderhoud gaat gewoon door. Alles moet piekfijn in orde zijn als ze open mogen. In de wachtrijen komen straks vakken op de grond om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Als je met huisgenoten bent, dan mag je bij elkaar blijven. Hou je natuurlijk met dat groepje afstand van 1,5 meter tot de ander. En hier zie je een wachtrij waarbij je als gast rakelings langs elkaar zou lopen. Nou, dat gaan we ook aanpassen. En dan gebruiken we doorzichtig plastic schermen voor. Die moeten we ophangen. De achtbanen moeten af en toe een ritje maken, ook in coronatijd. Dat is nodig om ze in goede staat te houden. Een lege achtbaan dus en geen gegil. Maar ook straks zullen de karretjes voor de helft leeg moeten blijven. Ja, deze rij blijft vrij en hier gaat dan één iemand zitten. En vanzelfsprekend, die stoel blijft ook vrij. Zo simpel is het. Ik durf het bijna niet te vragen, maar kan ik nu een ritje maken? Want ik ben in mijn eentje, de ander is coronaproof. Of, Dat gaat nu nog even niet. Het probleem is dat de veiligheidsbeugel dichtgedaan en gecheckt moet worden door iemand van het attractiepark. En het kan niet vanaf 1,5 meter afstand. Niemand kan de beugel veilig dicht doen voor mij. Nee, sorry. Voorlopig gaan de karretjes dus leeg weg en is het park van de dieren. Dus ja, Brian, je kan al even wachten tot je naar de Efteling gaat. Helaas, dat zal nog wel even duren. Maar ze zijn overal druk bezig en komt goed. Dan is het nu de hoogste tijd voor de Happy Tijd Show met Frans Bauer, speciaal op bezoek van Martin en Marianne Weber. En die hebben een geweldig optreden. En aansluitend natuurlijk het weer met Tommy Brexit. Mensen, ik wens jullie een hele fijne avond en tot morgen. Hallo! Ja, daar zijn we weer met de Happy Tijd Show. Oeh, ja, plak een cake. Nou, van lekker zeg. Ja, we hebben vandaag heerlijke cake zelf gebakken door Koen en Loes. Oh, ja. Dankjewel Koen Het zijn en wel Loes. Hele dunne plakjes. Ja, ik dacht wel. Al, ben ik op dieet of zo? Maar wel heerlijk. Ja, het is nog niet echt een moorkop. Nee, maar het gaat de goede kant op. Ja. Komt goed. Nou, wie hebben we vandaag? Ja, we hebben vandaag een duo. Speciaal. Ja, we hebben al meer duo's gehad. Hepi en Hepi en Siska en Ronnie. Maar deze hadden we nog niet gehad. En wie zijn het? Marianne Weber en Frans Bauer. Nee! Ja, en ze zingen een liedje over de regenboog. Oh, nou daar zijn ze! Regenboog, ja. En omringd door een bloemendal.
maar waar de hemel heen opgaat, aan het eind van de reis. In al mijn dromen zie ik jouw gezicht, er gaat geen nacht meer voorbij zonder jou. Het is dan net of je hier naast me ligt, het goud dat ik ooit eens vind, dat ben jij. Samen op zoek naar een eeuwig geluk, en onze gids is ons eigen gevoel. Maar één blik in je ogen zegt meer dan genoeg, ik weet nu echt wat je bedoelt. Ik loop met jou naar de regenboog, wij zijn omringd door een bloementoog. Daar waar de zevende hemel wacht, aan het eind van de reis. De weg voor ons is een zonnestraal, die wijst ons nu naar ons ideaal. Die reis is net als een sprongjesbaan, naar een mooi paradijs. Ik ben veranderd, doe ik dat voor jou? Jij geeft mijn leven opnieuw weer een kans. Jij hebt echt alles waar ik zo van hou. Bij jou voel ik mij totaal in balans. Zonder jou ben ik mezelf soms niet. Toelaat me nu niet meer langer alleen. Mijn tranen verraden, mijn stille verdriet. Ik wil jou heel dicht om me heen. Ik loop met jou naar de regenboog. Wij zijn omringd door een bloementoog. Daar waar de zevende hemel wacht, aan het eind van de reis. De weg voor ons is een zonnestraal, die leeft ons nu naar ons ideaal. Die reis is net als een sprookjesnacht, naar een mooi paradijs. Ik loop met jou naar de regenboog, wij zijn omringd door een bloementoog. Daar waar de zevende hemel wacht, aan het eind van de reis. De weg voor ons is een zonnestraal, die reis was nu naar ons ideaal. Die reis is net als een sprookjesnacht, naar een mooi paradijs. Ja! Ja! Oh, wat geweldig! Oh, ja, wat een fantastisch optreden. Nou, Loep zuiver. En ook echt zo heel goed gebruik van de microfoon. Ja. Echt heel goed gedaan. Ja, nou ja, ik had, het was echt wel een van mijn dromen. Ja. Dat ze in onze show zouden komen. Ik had niet gedacht, Frans en Marianne, niet. Maar ze waren er. Ze waren er. Nou, wel. En dan gaan we nu gelijk over naar een ander duo. Ja, die zijn al eens geweest. Die zijn al eens geweest. Ja. Ja. Maar die hebben de hele winter lang zitten wachten. Waarom? Ja, dat ze bij ons in de show mochten komen. Alweer, ja. En de winter was lang. Hier zijn Hepi en Hepi! De winter was lang. Er was lang zonder jou liefde. De winter was koud zonder jou lang. Kom in de lente en geef mij je warmte zolang als ik leef. De
was lang zonder jou liefde. De winter was koud zonder jou lach. Al sinds de herfst ben jij weg van mij, zo ver hier vandaan. Zeg wanneer kom je weer, dan is het zomer voortaan. De winter was lang zonder jou, lieve. De winter was koud zonder jou, lang. Kom in de lente en leef mij je warmte zo lang als ik leef. De winter was lang. Wat een succes allemaal, hè? Ze waren die weer net zo goed als verleden keer. Ja, precies. Top, top, allemaal top, top. Die bekende artiesten. Nou, ik heb wat trek in cake. Nou, ik vind het echt wel lekker. Ja. Ik denk dat Koen en Loes dat goed gebakken hebben. Ja, dat hebben ze zeker goed gebakken. Ja. Nou, wij gaan lekker van onze cake genieten. Ja. Wij wacht even. Kijk, over die moorkop. Ja. We nemen een lekkere moorkop. Ja. Maar als je nou denkt, het wordt een bosje bol, dat kan ook. Dat mag ook. Dat mag ook. Ja, ik denk, zeg het toch even. Geef niet. Ja. Greet. En het mag er twee zijn. Ja. Maar ook drie of vier. Want we hebben namelijk ook mannen achter de camera. Ja, die houden er ook van. Ja, die houden er ook van. Ja. Nou, dus ik zou zeggen, knop het in je oor. Ja. En wij, dan gaan wij er vandoor. Ja. Dag, tot de volgende. Happy Tijd Show. Dag. Kijk eens wat een beestje. Is een beetje dichtelijk overdreven. Vind je ook niet? Hallo kijkers, hier zijn we weer met Tommy Brexit. Vandaag was het weer prachtig weer. Zon. Even niet te veel zon, dan zien ze mij niet. Huh? Waarom zit ik met een paraplu? Ik heb geen idee. Echt niet waar, Tommy? Geen idee. Oh, leg hem nou maar weg. Nou, hier zien jullie foto's van ingestuurd door Rob Engels. Hij zei dat hij zonnebrand op de lens heeft gesmeerd. Nou, dat klopt. Dit zijn foto's van het zorgpark. Oh, ik was zo moe van die man. Hè. Ik was zo moe van die man. Dat is niet zo moeilijk. Maar stuur jullie foto's in, hè. Want jullie kunnen het vast beter. Ja. Nou, Tommy, wat was het weer? Want dan zit je weer voor deze keer. Hè? Voor het weer. Vandaag was het prachtig weer. Dat zei Tommy al. En morgen nog een stukje warmer. Dus morgen tegen de 20 graden aan. Tegen de 20 graden aan. Tegen de 20 graden aan. Daarna kijken we weer wat we weer en dan weer andere keer weer wordt. Hè? Ja. Nou, kijkers, lieve kijkers. Tot morgen. Tot de groetjes van Doei! Wat moet je doen tegen het nieuwe coronavirus? Was regelmatig je handen. Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Schud geen handen. Vermijd grote groepen. En werk thuis als het kan. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk het contact met anderen.